genoten. Kennen jullie dat gevoel dat je in blijde verwachting bent? En dat je weet wanneer je bent uitgerekend, wanneer het kindje geboren wordt? Nou ja, ik heb dat al een aantal keren meegemaakt. 4 keer. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over zwangerschap. Het gaat niet over bevallingen. Maar ik voel het gewoon zo, omdat ik in blijde verwachting ben van een parfum. En niet alleen ik, meerdere winkels zijn in afwachting. In blijde afwachting dan. Laat ik het zo zeggen. In blijde afwachting. Want eind van de week komt Solis. En Solis betekent de zon. Solis is een geur van het merk Cami. En Cami Blending Magic is van Sergioff. Sergio Momo is de eigenaar. En Sergio Momo heeft onder zijn paraplu Sospiro, Sergioff en Casamorati. En hij heeft Cami Blending Magic ook als merk onder zijn paraplu. Cami Blending Magic is een totaal andere manier van parfum maken. En daarin, in het merk, worden de mooiste en de ruwste grondstoffen gebruikt die er maar te vinden zijn. En dat ruik je, dat ruik je. De geuren van Cami zijn wat meer Arabisch georiënteerd. Dus daar zit bijna altijd, zit daar oud in. En je ruikt pure ruige elementen in de geuren. Dat ruik je. Ik vind ze fenomenaal. Stuk voor stuk. Ik heb ze allemaal gedragen. Het zijn allemaal mijn vrienden. Mijn geurenvrienden. Ik ga het dus hebben over Solis. Maar ik laat jullie eerst zien hoe de verpakkingen eruit zien. Want dat is pure luxe. Het is... Het hele gevoel van luxe hangt altijd om Sergioff heen. Alles wat je koopt. Is het de geur van Sergioff? Is het de geur van Join the Club? Van Casamorati? Van Sospiro? Van Cami Blending Magic? Het is mooi, hè? Blending Magic. Want dat is zo. Blending Magic. Nou, de box alleen al. Ik kan hem niet openmaken, want hij staat in de winkel. Maar ik hoop dat hij niet te veel schittert. Kijk, hoe mooi. Dit is helemaal in relief. Zo mooi. En dat wit is niet wit, maar dat is ook, ja, gewoon één en al luxe. Zo mooi die box. En dit is nog maar de buitenkant. Dit is nog maar de doos. Als je hem openmaakt, heb je een hele mooie lederen, ja, het is volgens mij niet echt van leer, maar echt prachtig, prachtige lederen box. En als je die weer openmaakt, zit de geur in satijn. Ik zal het even laten zien. Helemaal in een satijnen bed met een strik. En daar begint de beleving al. De beleving begint al bij de verpakking bij deze. Daar is gewoon niet op bezuinigd. Kijk, zo zijn de flacons. Een hele mooie dikke bodem. De dop, jongens. De dop. Kijk eens. Daar is ook totaal niet op bezuinigd. De dop is zwaar. Is niet zo'n raar plastic kermis dingetje. Mooi toch? Het is toch prachtig? Je koopt dus ook gewoon echt. Je weet gelijk vanaf het moment 1 dat je denkt... Nee, je denkt niet. Je weet van moment 1 gelijk van, dit is pure luxe. Dit is gewoon wat, zoals het hoort. Ja, mooi hè? Nou, goed. Ik ga het hebben over Solis. Want dat is wat, eind van de week gaat die binnenkomen. En ik moet het nog doen. Dat klinkt heel zielig, maar dat is het niet hoor. Met een sample. En de naam staat er ook op. Even kijken of je hier... Kijk. Solis, de sample. Dus daar ga ik het mee doen. Maar dat is voor mij al genoeg, want ik heb hem al op vandaag. En ik word er zo ontzettend blij van. Er zijn nu al flessen verkocht aan klanten wereldwijd. Die hem gewoon hebben besteld. Die zeggen, het boeit me niet. Cami is het gewoon. Cami is het voor mij.
altijd als ik er een geur van draag, krijg ik complimenten. Zeggen mensen, wat ruik je geweldig. Maar met name, wat vind ik mezelf geweldig ruiken. Dus dat is Cammy. Mensen zijn zo dol op het merk. Die verzamelen alles ervan. Je moet wel wat centjes ervoor wegleggen. Zo. Als je het hebben wil. Want het zijn natuurlijk geen hele goedkope geuren. Maar je hebt dan ook echt iets unieks. Echt iets prachtigs. En dit is zo fantastisch. Ik moet weer. Mijn sample gaat wel heel snel leeg. Zo. Maar goed. Hij komt eind van de week. Solis betekent de zon. De zon die door je aderen stroomt. Dat is de inspiratie. Nou, wat ik al vertelde, Cammy heeft pure ruige elementen, meer Arabisch gericht. Dat ruik je. Dat is, je ruikt de oud, je ruikt meer hout, meer mystieke tonen. Toch, het is een Italiaanse parfumeur, toch doet op mij het merk Cammy Blending Magic enorm denken aan Forum Romanum. Zijn jullie wel eens in Rome geweest? Je moet naar Rome. Als je nooit in Rome bent geweest, zet het op je verlanglijst. Je moet gewoon ooit naar Rome. Zo mooi. Het Forum Romanum, het Colosseum. Ja, het is allemaal wel een beetje commercieel geworden. Maar je bent gewoon terug in de tijd. Als je daar bent bij het Forum Romanum. Ik was gewoon ademloos. Ik vond het zo geweldig. En je moet er echt een keer. Je moet een keer naar Rome. We hebben een scootertje gehuurd. Door heel Rome gecrossed. Geweldig. En je proeft de sfeer. En de sfeer. En dan noem ik even Forum Romanum. Dat is de sfeer van Cammy. Dat is de sfeer van Cammy. Dat ancient Rome. Ancient Italy. Dat is wat je gewoon ja, ervaart. Het is moeilijk om een geur uit te leggen. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Het gaat nu over Solis. Het is geur. Heel complex. En het leuke is, door de andere manier van parfum maken, dat er maar 3 noten worden genoemd. 3 of 4 geurakkoorden worden er genoemd. Prachtig. Echt, je zou denken, maar 2 of 3 of 4. Als je draagt, ben je de hele dag aan het ruiken. Aan je arm, aan jezelf. Dat je, wat ruik ik? Goed. In de topnoten zit Davana. En Davana is Artemisia eigenlijk. Dat is een tropische plant. En die die wordt ook gebruikt als medicijn voor een betere doorbloeding. Maar ik ga hier niet de dokter uithangen. Davana ruikt gewoon geweldig. In combinatie met natuurlijk meerdere geurnoten. Jeetje, wat ben ik aan het stuntelen. Oké. Benzoïn zit erin in het hart en vetiver. Benzoïn en vetiver. En het hart wordt al donker, mystiek en duister. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Ik heb geen idee. Maar alle geuren van Cammy, ik blijf het zeggen, zijn zo mystiek, zijn zo anders. Dus ja, Blending Magic, dat is het. En natuurlijk zit er oud in de basis. En oud is een hele bijzondere houtsoort. Ik ga nog wel eens een keertje vertellen wat oud is, anders duurt het veel te lang. Het is een van de duurste houtsoorten ter wereld. Oud is, nou ja, magic. Niet wat er op oud lijkt. Het ruikt zo specifiek. En meestal denk je als je oud ruikt, oeh, dat is heftig. Oeh, dat is dit en dit en dat. Als je het op een strookje ruikt. Ben ik met je eens, dan denk je, oh, niet voor mij, want het is veel te heftig. Komt het op je huid en je laat het even rusten. En je bent gewoon rustig en je gaat niet steeds dit doen. Dan ruik je gewoon na een kwartier al die heerlijke sfeer. Dat je denkt, wat is dit? Je moet er gewoon even aan wennen vaak.
Als je ooit gewend bent, wil je nooit meer wat anders. Dat heb ik trouwens ook altijd met patchouli. Patchouli is ook zoiets raars. Patchouli ruikt modderig. Aards. En dan denk je, wie wil er zo ruiken? Nou, hele volkstammen, dames en heren. Want op je huid gebeurt een magic. Dat is het. En dat is dus ook met oet. Dus in de basis zit oet en vanille. En dan moet je niet denken aan... Dan moet je niet denken aan koekjes, cakejes, dat soort dingen. Je moet denken aan een Madagascar vanille. Gewoon, ja... De combinatie van oet en vanille, Davana, vetiver, benzoëen. En dan krijg je Solis. En Solis komt eraan en ik kan al niet wachten. En velen met mij kunnen niet wachten. Ik wil er een filmpje van maken, want ik ben in blijde verwachting. Verwachtingsvol. Dus dat was het voor vandaag. Ik sluit het hiermee af. Abonneer jezelf op dit kanaal. Waarom? Er komen een heleboel leuke dingen langs. Je blijft op de hoogte, maar ook van prijzen die er worden verloot soms. Dat soort dingetjes. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Hier beneden zitten die van die knopjes. Daar kun je dat allemaal doen. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk om jullie dit te vertellen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om er naar te kijken. Dag!